met een nieuwe video. Het is even geleden, want ik was dan op stage en ondertussen van alles. Dus nu ben ik terug met een nieuwe video. Ik had tijdens mijn stage een bestelling op Shein geplaatst. Op Shein geplaatst. En die is toegekomen. Look at this. Het is niet superveel, want ik dacht in de zomer ook nog eens te bestellen voor ik echt naar zo 2 weken op reis ga. Ik ga nu naar Malta wel over 2 weken. En daarvoor heb ik al wat spulletjes gekocht, maar had ik ook nog wel van alles. En voordat ik naar Frankrijk ga met mijn familie, mijn nichten en zo, ga ik toch nog iets bestellen voor topjes en al. Dus het is niet superveel, maar wel leuke dingen normaal gezien. Het concept van deze video is what I ordered versus what I got. Dat wil zeggen, ik ga eerst altijd tonen aan een van deze kanten een screenshot van wat ik besteld heb. En dan ga ik kijken hoe het eruit ziet. Ga ik het ook aandoen, want het is een try-on haul. Dus alles inbegrepen, zou ik zeggen. Heb je zin in de video? Doe dan al een duimpje omhoog. Ga abonneren op mijn kanaal, zou ik echt heel leuk vinden. Support your girl. En dan kunnen we starten. Oké, let's see wat er allemaal in zit. Het is een hoopje. Het eerste ding dat ik besteld heb, is meteen een accessoire. Het is zo'n groen petje met New York City zoiets op. Echt zo het groen dat nu super hard in de mode is. Ik heb ook net schoenen gekocht in dat kleur. Dus echt zo het groen dat deze zomer mode gaat zijn. En het is dus deze die ik gekocht heb. Zoals op de screenshot. En ik ga nu eens kijken hoe hij er echt uitziet. Dus de groene pet is deze. De kleur zit al goed. Ah! Kijk. Er zit al een prularia in. Ja, kijk, het kleur is al zoals ik verwacht had met die New York City op. Hier zijn ook nog details op. Het is verstelbaar langs de achterkant, voor als mijn hoofd te dik is, dan kan ik het nog kleiner maken. Maar oké, de kleur. Het stinkt alleen een klein beetje. Ja, het stinkt vrij hard eigenlijk. Ja. Maar ik zal die wel een keer zo reinigen dat hij niet meer stinkt. En ja, het eerste zicht. Ik ga hem kraan. Oké, ik zag echt niet in petten, maar ik vond dat gewoon cool voor als ik zo aan het zonnen ben, heb ik altijd mega veel last dat zo heel mijn gezicht in de zon. Dus met dit gaat dat gewoon niet meer zo zijn. Oké, ik moet dan een beetje op mijn maat zetten, want het is maar waar raar. Maar bon, pet is oké. Goed gekeurd. Het tweede item dat ik heb besteld was een lila badpak met zo allemaal ruffles. Ik zal de foto ook tonen. Ja, dit badpak. En ik ben benieuwd hoe het er gaat uitzien, of het gaat passen. Want ik vond het echt een super tof kleurtje, lila. Ja, ik heb alles in het lila eigenlijk. Roos of lila. Dus ik vond dat wel echt een kleurtje voor mij. En hopelijk past het, want het zag er zo schattig uit op foto dat het bijna niet waar kan zijn. Maar we gaan wel zien. Ik ga kijken hoe het er in het echt uitziet. Hier is het. Een dik pak eigenlijk ook. Die zakjes zijn echt super handig. Ik gebruik die altijd om als ik ergens naartoe ga met iets dat kan uitlopen, dus doe ik dat daarin. Bijvoorbeeld met zonnecrème, met iets van water, met iets van shampoo, doe ik dat daarin. Of als ik op reis ga, doe ik daar zelfs kleren in. Een zakje voor ondergoed, een zakje voor kousen, een zakje voor t-shirten. Dat sluit super goed en die zijn kei handig. Ik gooi die niet weg, want dat is echt slecht voor het milieu. Ja. Oké, het badpak. Amai. Valt precies vrij groot uit, moet kijken. Wel, ja. Het is zo'n ruffle badpak, lila. Dus van voor zijn er echt allemaal ruffles. Hier is het gewoon, ja, een badpak, hè. Dus heel de voorkant zijn ruffles. De achterkant is open, hè. Dus zo met een V van voor en een V van achter, maar iets dieper van achter. En er is ook nog zo'n bandje. Zie je daar, zo'n bandje achteraan. Ja, het ziet er echt wel groot uit, moet ik zeggen. Ik hoop dat het niet te diep gaat vallen, dat alles eruit valt. Maar dat zal ik eens moeten passen. Ja. Fixen we wel. Ik vind wel dat kleurtje er super schattig uitziet. Echt zoals de foto voorlopig. Kan ik niets op aanmerken. Oh my god, hoe super mooi is dit badpak? Kijk hoe schattig dat gewoon is.
met die ruffels zo. En het zit super, super goed. Het is ook niet te diep. Ja, voor een badpak mag dit wel. Ik heb het gevoel dat het ook stevig zit met zo die pads die hier zitten. Langs de achterkant ook. Echt een hele open rug gewoon. Met ook van die ruffels erin. Echt super cute. Zo kan je het volledig zien. Ik vind het echt een heel schattig badpak en ik zou het iedereen aanraden om te kopen. Het was in verschillende kleuren. En kijk gewoon hoe schattig, hoe leuk afgewerkt. Het is niet zomaar een lila gewoon badpak, maar door die ruffels maakt het speciaal. En kijk gewoon. Het is ook hier zeker niet te smal. Het heeft een mooie open rug, dus ja, ga dat gewoon kopen. Het volgende is een roosstopje, want ja, lila, roos, alles moet erin zitten natuurlijk. Een roosstopje met zo rekkers aan de zijkant, zoals op de foto te zien is. Ik vond die kleur super leuk en ik wou ook geen topje waar je dat tot aan je navel komt en waar alles zichtbaar is. Dus ik heb gezocht naar een die iets langer is. Dat past beter bij mij. Dat is beter voor iedereen. En ja, ik vond dat kleur gewoon super leuk. Echt mijn kleur, waar ik super veel dingen in heb. Super veel kledij, ik heb daar ook schoenen in en zo. Dus helemaal top. Dus ik dacht, ja, een leuk topje. Even basic voor. Dat past op heel veel, hè. Dus ja. Eens kijken hoe het eruit ziet. Ik was ook in een andere bestelling gekomen. Apart zo. Samen besteld hoor, maar apart gekomen. Het is gewoon al opengeknipt. Dat ik hier niet moest zitten struggelen tijdens de video. Oei. Het topje zelf is mooi, de kleur klopt, maar die zoutjes kloppen niet. Die moesten zo hier zitten. Zoals op de foto. Hier moest ik dat zo kunnen aanspannen. En wat is dit? Dit mierennest van touw. Ik kreeg het zelf niet open, het is lekker 5 meter touw dat eraan hangt. Waar moet ik dit steken? Ja, dit is echt niet de top die ik dus besteld had. What I ordered versus what I got. Dit klopt niet, hè. Het moest zo'n top zijn, oké, ja, maar hier aan de kant moest ik die touwtjes zo kunnen aantrekken. En dit is om helemaal rond je lijf te binden. Dit gaat, gezien mijn lengte, komen tot aan mijn tenen. Maar misschien als ik het pas, dat het nog wel meevalt. Terugsturen is echt geen optie. Dat is €4,50 om iets terug te sturen. Dat topje heeft volgens mij niet zoveel gekost, of toch bijna niet zoveel. Dus als het echt niet past, dan ga ik toch wel eens aan mijn zus tonen. Of anders kan je het op Vinted vinden. Mijn Vinted is trouwens Winona Heijvaart. Er staan echt leuke dingen op. Zeker een kijkje gaan nemen. En wie weet binnenkort ook dit, als het mij niet aanstaat. Maar voor de rest, de kleur is wel echt leuk. Hè? Daar kan ik niks over zeggen. Het is de juiste kleur, maar het is gewoon de verkeerde top. Oké, passen! Ik heb nu die top aan met een gewone jeansbroek. Ik weet het toch echt niet. Het is echt niks voor mij dat dat net onder mijn borsten komt. En dan zo'n hele touwrij gedoe. Ook langs de achterkant zit dat helemaal zo. Ik weet het niet. Het is wel echt mooi van kleur, maar het komt gewoon echt tekort. Dus ik denk dat ik dat mijn zus ga geven en dat ik bij de volgende... De volgende keer dat ik bestel, ga ik toch proberen om dat topje met die touwtjes hier zo, zoals op de foto, te krijgen. Want dit is echt super kort. En dan met die touwen zijn echt gewoon niks voor mij. Ik weet niet waar ik dat moet knopen. Langs achter gaat het niet. Langs voor ziet het er zo raar uit. Niet helemaal wat ik wil, dus ik ga kijken voor mijn zus. En als zij het niet wil, dan zal het hier op Vinted terechtkomen. Moet je zeker gaan kijken. Want ja, nee. Dit, ik voel me echt een sausies of zo. Met al die touwen, dus nee. Volgende stuk zijn slippers. Slippers, sloffen, whatever. Zwarte. Die zijn hier. Een ander zakje ook. Ik zocht gewoon zo zwarte, makkelijke sloefjes waar ik toch zo op vakantie mee op restaurant kan gaan. Waar ik toch mee kan wandelen naar het restaurant. Die een beetje deftiger zijn, maar niet van die muiltjes. Want daar breek ik echt mijn voeten mee. Die zijn veel te smal. Ik val daar mee. Ja. Muiltjes zijn niks van mij. Dus ik zocht een ander soort schoen. Het zijn dus die op de foto. En ze zien er zo uit. Ze zien eruit zoals ik verwacht had. Er is hier zo'n kettingje vooraan, maar dat is echt wel moeilijk te zien eigenlijk precies. Ja, gewoon echt zo'n makkelijk sloefje die toch nog wat deftig is, doordat er hier zo'n ketting, een leuk detail aan zit. En waar ik toch nog makkelijk mee kan wandelen.
Voor gewoon op reis of voor thuis of zo. Een iets deftigere Adidas-slet, om het zo plat te moeten zeggen. Zie je? Dus ja, ook die andere een keer aan. Een keer pakken. Passen is voor straks. Altijd heel veel brol in die pakketten ook. Er allemaal moet uitgooien. Dus ja, dit zijn ze. Ik heb maat 37 genomen. Want ze vallen blijkbaar gewoon. Veel schoenen bij Shein vallen klein, maar deze vielen blijkbaar gewoon. Heb ik gezien in de reviews. Dus ik dacht, ik ga gewoon mijn maat nemen. Dus een 37. En we gaan kijken wat dat geeft, hè. Oké, let's try them on. Het volgende is iets wat mama gekozen heeft voor in de keuken. Zoals op de foto zijn het twee flesjes. Eén is om handzeep in te doen en één is om... Wat is dit? Om afwasmiddel in te doen. We hebben zo een bruine, zwarte keuken. Waardoor dat die flesjes daar wel echt mooi gaan oppassen. En ze wou die graag hebben. Dus voilà. Met deze present. Voor de monteurs. En ze zitten in dit zakje. Weer al zo'n zakje. Ze plaatsen echt alles in zo'n zakje. Bon, niet terzijde. Met al heel veel brolen er rondhangt. Het eerste flesje is de handzeep. Hangt er helemaal in. Ja. Dat is gewoon zo'n pompsysteem. Kijk, er staat hands op. Wat dat ook bij Shein voorkomt, is dat ze dingen verkeerd schrijven. Dus goed naar kijken dat er wel hands op staat. Oké. Klopt. Ik ga dat goed uitwassen. Want die geur die daaruit komt, daar wil je je handen niet mee wassen. Voor de rest echt wel gewoon zwart, denk ik. Simpel flesje. Met hands op. En dat gaat wel mooi zijn. In combinatie met het andere flesje dat we daar gaan naast zetten. Kan wel een aesthetic vibe geven. In de keuken. Dus hands. Dan hebben we hetzelfde flesje met dishes op. Dishes. Ja, ook weer juist geschreven. Gelukkig. Pompsysteempje. Ja, ik denk dat we daar niet te veel gaan mogen aan draaien, want zo zwaar en duur voelen ze ook niet aan. Dus, twee pompjes. Ja, dat zit er al verkeerd. Twee pompjes. Om naast elkaar te zetten. Voilà, dat is moeder haar cadeau. Het volgende dat ik gekocht heb is een tasje. Opnieuw in die groene kleur zoals mijn petje is. Dus het groen dat zo populair is nu en dat in de zomer echt een trend is. Hoop ik, want ik heb nog iets in dat kleur gekocht. Het is dus een tasje, zoals op de foto. Ik zocht zo'n groen tasje, want ik heb ook schoenen gekocht van Diadora met wit en groen. En ik zocht daar een tasje bij die schoenen. Of course, zo ben ik dan. Dus ja, dit heb ik gevonden. Eens kijken hoe het eruit ziet. Het is een beetje misvormd, kijk. Ik haal het er zo uit. Als we het een beetje in de juiste vorm trekken, dan kan het echt nog wel een vibe worden. Er zit dan ook zelfs nog papier in om de vorm te behouden, maar dat van China papier is dat niet gelukt, precies. Bon, echt wel groot. Kijk, de binnenkant. Kan zeker portemonnee, gsm in. Parfum eventueel. Met een ritsje. Gaat het toe? Kan echt zo helemaal, ja, enkel die gaatjes hier, maar dus gaat het helemaal toe. Dan zijn er twee handvaatjes, ja, ik ga zeggen, riempjes om het vast te houden. Wat ook kan, is zo en dan rond u doen met zo'n langere riem. Maar ik zal het straks ook eens aandoen bij de aanbeelden. En dit kan ook. Dat vind ik wel het leukste eigenlijk. Om het zo gewoon aan de arm te dragen. Dus ja, leuk als ik het alleen nog een beetje in vorm kan trekken. Dan is het helemaal goed, natuurlijk. Zo. Ja, voor de rest ziet het er echt wel uit zoals op de foto, hoor. Mits we de vorm een beetje goed krijgen, is het helemaal oké. Nog een paar dingen. Ik denk nog vier dingen heb ik over. Het volgende is iets weer in echt een kleur voor mij. Alleen ziet het er op het eerste zicht echt feller uit dan verwacht. Dus het is dit wat nu in beeld komt.
Een soort twin set, two-piece, short met een hemdje. In hetzelfde kleur, waar dan zo een wit topje onder gaat. En wat ook leuk is om gewoon die short apart aan te doen, dat hemdje apart aan te doen. Dat hoeft niet samen. Maar het is ook wel cool samen. Echt iets voor mij eigenlijk. Dus bij deze zal ik het eens tonen hoe het er in het echt uitziet. Fluo, hè? Op het eerste zicht dacht ik, oei, de kleur. Maar dat schrikt me niet af. Oh, extra knoopje. Mooi zo. Nee, bazaar ertussen. Dit is het shortje. Kijk hoe leuk, luchtig shortje met een rekker. Dus past echt voor iedereen. Maat M. Ah ja, de maten. Oei, altijd vergeten te zeggen. Maar ik zal ook in een linkje schrijven welke maat ik altijd genomen heb. Maar normaal gezien altijd een M. Ze zeggen, doe altijd een maat groter. Dus meestal heb ik een S als ik gewoon ga winkelen. Dus ik heb in alles eigenlijk een M genomen. En in mijn schoenen een 37. Dus hierin ook een M. En nog met een rekker, voor moest het nog niet passen. En zo'n luchtig roos shortje. Ah, zalig al eigenlijk. En niet doorschijnend, hè? Nee. Niet doorschijnend. Heel, heel mooi. Zoals op de foto, hè. Vind ik toch. Dan het hemdje. Oké, nu is het nog toe. Dat geeft een beetje een raar zicht. Maar als het zo open is, ook dat is exact dezelfde kleur. Want ja, het is zo'n set. Gewoon een hemdje met korte mouwen. Met een kraagje hier, zo. Ik denk dat het wel echt oké is. Het kan leuk zijn op zo'n jeansbroek met iets wit onder. Of gewoon ook echt met die short en iets wit onder. Of dit over een badpak of zo. Over een bikini aan het strand. Vakantie, kan ook super leuk zijn. Ook in een M, ja, die set is één maat. Dus ja, ik ben echt wel tevreden. Tijd om het aan te doen. Kijk hoe leuk dit pakje is. Dus ik heb even zo'n topje aangedaan. Ook van Shein trouwens, maar niet van deze keer. En ook niet super speciaal mooi. Je komt ook vrij kort. Maar ik dacht, even om dit te tonen. Dus dat is de kleur. Past keimooi bij dit wit van het hemdje. Gewoon, ja, het hemd. En dat zou ik eigenlijk zo aandoen of over, ja, zoals ik zei, een bikini badpak. En dan, ja, heb ik de short ook aan. Die is ook super leuk. Kijk, dat hemd komt zo wat langer. Ik zou dat ook echt cool vinden om bijvoorbeeld dit te doen. Zo hier een knoopje in te leggen, waardoor dat toch dat topje nog zichtbaar is. En dat niet te lang komt, want ik ben niet super groot. En dan deze shorts. Oh, dat is super leuk. Echt die kleur ook. Echt wel mijn ding. En dan witte sneakers of die snoefjes van daarnet. Wit tasje. Ja. Gewoon zo al rondlopen waar het super warm is, want ik ga naar Malta en daar is het echt warm. Oké, het was raar om te praten als je mijn hoofd niet zag. Maar ik ben dus echt super blij met het setje. Echt helemaal mijn kleur. Ik ga het zeker minimum prijs. Next up is een zeer gewaagde zonnebril. Zoals je kan zien. Het was eigenlijk mijn nicht hiermee afkwam en die zei, oh, dit heb ik gevonden, echt leuk. Zou ook iets voor u zijn? Dus bij deze, ja, dacht ik, kopen die handel! Ik heb voor de lila gekozen, maar er verschillende kleuren. In het roze ook, in het muntgroen, in het lichtblauw en denk ook in het zwart, zo met grijs. Ik heb voor lila gekozen. Ja, omdat dat past met mijn badpakje ook. En omdat ik alles in het lila heb. Dus ja, bij deze ook weer echt iets voor mij. Ik weet dat veel mensen dat niet leuk vinden, maar ik wel. Oké, we gaan kijken. Het is deze. Het zit ook al in een kapotte verpakking. Wat ook het geval was bij de grote zak. Want hier hangt dan een sticker op van Meepost dat mijn pakket beschadigd wordt. En dit is ook beschadigd, dus dat voorspelt weinig goed. Het zit wel in een goede doos eigenlijk. Maar een doos, zo'n dingetje van bescherming. Dit geloof je niet. Daar zit geen zonnebril in, hè. Er zit een mooi doekje bij om de zonnebril af te kruisen. Die ketting die je zo aan moet, zit er ook bij. Maar een zonnebril? Nee. ik heb al veel meegemaakt met Shein, maar dit. Oké, dat topje verkeerd is, maar ik heb er tenminste één gekregen. Dit is echt gewoon die ketting. En dit. Ja, het is helemaal top.
Natuurlijk, dit is ook nog paarse lila, dus eventueel kan ik daar nog aan een andere bril hangen. Hopelijk dat dat een deftig systeem is. Waardoor ik daar nog aan een andere zonnebril kan hangen. En dat dat toch nog misschien ergens kan bijpassen. Want anders zit ik met dit gewoon voor niks. Is oké. Hé, zwaar in het zakje zit misschien. Man, man, man. Dat is echt pure plastic. Dat weegt echt 1 gram of zo. Hè? Dat is niks. Dus ja, dit is eigenlijk de bedoeling. Zo, en dan aan mijn zonnebril. En dat zou dan passen, vind ik persoonlijk, bij mijn badpak. Om zo ja, te gaan zonnen. Maar kijk, dit gewoon. Dit is alles wat ik krijg. Hè? Ik betaal voor die zonnebril. Oké, dat is nu niet duur, maar ik krijg alleen dit. Maar het is een zonnebril. Misschien kan ik dat toch nog bij Shein even ergens melden dat ik die niet gekregen heb of zo. Maar ja, ik heb wel dit, dus ik weet niet wat ze gaan zeggen. Maar bon, ik ga dat proberen gebruiken, want het is wel met zo'n systeem om aan je bril te hangen. Dus op zich zou dat wel moeten lukken, denk ik. Om daar een andere bril te hangen en nog er iets moois van te maken. Maar ja, het blijft echt gewoon irritant dat ik die bril niet heb. En het is zo zwaar, typisch weer iets voor Shein. Bon. In het doosje dan maar, waar geen bril in zit. Ik heb nu wel een extra brillendoos. Kijk eens aan. Top, hè? Ja, wat moet ik zeggen? Dan zijn er nog 2 dingen over die ik ga tonen en passen. En dan hebben we alles al gehad. Ik vind het over het algemeen goed meevallen. Oké, er zijn 2 dingen die niet lijken op wat ik besteld heb. Ofwel is het er gewoon niet. Ofwel is het een andere top. Maar voor de rest, als je naar de foto kijkt en dan naar wat ik heb, valt dat allemaal heel goed mee. Oké. Volgende is opnieuw iets in dat groen. Een ander badpak. Ja, met dat het zomer werd en ik badpakken nodig had, dacht ik, we gaan leuke kleuren zoeken. En die zo'n zwart en rood, dat heb ik al. Ik heb zo'n Baywatch badpak trouwens. Maar ik dacht, te standaard. Andere kleuren, dus dat lila had ik al. En dan vond ik één in dezelfde kleur als mijn petje. Een beetje anders, maar als ik het aandoe, gaat het echt samenpassen. En dat past zelf ook bij dat tasje. Kijk mij gaan met deze 3 dingen. Ik ga zo over het strand lopen, hè. Iedereen mag daar nu zeker van zijn. En ik weet, de mensen die mij kennen, gaan dat ook beamen dat ik dat echt ga doen. Dus, volgende keer, als iemand me uitnodigt voor een zwemfeestje, ik kom zo aan, hè. Tot zover. Een badpak. Ik vond het leuk, omdat het opnieuw met zo van die rekkers hier is, touwtjes hier, waardoor ik dat echt kan aanpassen hoe hoog, hoe laag ik het wil, hoe hard dat het aanspant. Dus langs beide kanten. Het badpak ziet er zo uit. Dus van voor redelijk normaal recht. Er zitten ook van die pads in die eruit kunnen. Toch? Ja, ze kunnen eruit. Gewoon normaal badpak langs de voorkant. Niks speciaal. Ook in een medium. Langs de achterkant is het gekruist. Een vrij open rug ook. Tot helemaal hier. En dan ook gewoon de achterkant, ja, niet heel veel speciaal. Voor mij was het gewoon leuk dat die touwtjes hier zo zijn en dat ik dat zelf kan aanpassen. Moest het niet helemaal passen. Ik denk dat ik gewoon nog kan aanpassen. Dus we gaan er een keer aan doen. Een keer kijken hoe dat het staat. En hopelijk goed. Dan kan het mee op reis. Oké, dit badpak zit ook echt super goed. Moet kijken. Van boven gewoon basic. Met die bandjes ook weer van die pads die eruit kunnen, maar uiteindelijk geeft dat toch wel wat stevigheid, want het is hier vrij open langs de kant. Het heeft zo die touwtjes die je nog kan aanspannen. Heel mooi open rug ook, met dat kruis. En dan nog een mooie afwerking, echt ook superleuk. En nu ga ik er een outfit van maken, want zoals ik daarnet al zei, zou dat echt mooi passen bij andere dingen die ik gekocht heb. Dus even kijken. En als laatste heb ik nog iets leuk dat wel past ook bij die zomerdingen, bij die sloefjes die ik heb gekocht met mijn badpakken. En dat is zo'n japon, zoals je op de foto ziet, zo'n japon om, ja, hoe moet je dat noemen? Ik noem dat een japon om over je badpak te doen, over je bikini, als je naar het strand gaat, als je van het strand even moet wandelen naar je hotel of zo, als je aan een zwembad ligt en je moet even weg, om daar zo over te trekken. Ik dacht, gewoon een zwarte, past bij alles. Ja. Ga eens kijken. Weer een typische zakje. Een hele collectie ondertussen ook.
Het is dus zo'n jasje. Oké, dat is heel moeilijk om te tonen. Een jasje met deze. Ja, hoe zeg je dat? Met zo van die dingetjes aan de mouwen. Die zitten ook van onder. Die zitten aan de mouwen en onderaan aan de japon. Dus je moet hem aandoen over je bikini. En hem dan tailleren met deze band. Om hem toch zo'n beetje toe te houden. Dat er toch een beetje bedekking is. Het patroon is ook zo met bolletjes, maar dat is wel heel moeilijk te zien precies. Er zitten zo kleine bolletjes op en gewoon van onder dan die leuke ruffles, frouchels, hoe dat je het ook wil noemen. Dus dat gaan we ook eens aandoen samen met een watpak, om te kijken hoe dat zo al staat. En ja, ik heb zin om op reis te gaan eigenlijk. Top, gewoon dit. Ik zie mezelf echt helemaal zo naar het strand gaan. Ik heb nu zo die japon aan om daarover te doen. Zodat het toch een klein beetje bedekt is. Dan met zo'n tasje waar je zonnecrème in steekt. Gsm, portemonnee, al de essentials. Om gewoon even naar het zwembad van je hotel of zo te gaan. Of naar het strand. En dan eventueel nog deze leuke pet erop. En ja, kijk. Dit is het toch. Ik heb ook deze sloef. Ja, wacht. Die zwarte zo van daarnet. Ja. Ah, ja, dat maar. Die heb ik ook aan. En ja, dit past toch gewoon super goed samen. Ik ben echt heel blij met deze combo. Met alles apart, maar ook gewoon met deze combo. Want ik had er nog niet over nagedacht dat dit echt zo goed samenpast dan allemaal eigenlijk. Dus ja, top. I'm happy. Dit is het einde van mijn video. What I ordered versus what I got. Van Shein. Ik vond het echt heel leuk om te doen. Het meeste komt gewoon overeen met de foto. Goed naar de reviews kijken, maar... Uiteindelijk zijn er maar twee dingen die toch niet echt waren hoe ik ze verwacht had. Omdat er gewoon niet was. Met die ene. Dus ja, ik ben er echt blij mee met al mijn items. Ik heb ze natuurlijk zelf betaald. Het is geen betaalde samenwerking. Maar ik vond het gewoon leuk om naar jullie te tonen wat ik gekocht had voor deze zomer. Ik ga er zeker nog een doen dan, want ik ga nog eens bestellen. Om nog een beetje topjes en shorts te doen dat waarschijnlijk zijn. Wat zomerse dingen. En misschien nog eens die zonnebril proberen bestellen. Eventueel. Als dat lukt. Ja, dat was aan het einde van mijn video. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Als je een van de items graag wil kopen, ik ga alles in de beschrijving zetten van de linkjes met de maat die ik er ook in had. Zodat je zeker kan vergelijken. Ik ga ook altijd naar de reviews kijken. Er staat heel veel informatie in, foto's in over de maat en zo. Dus een tip die ik geef. Er zijn ook geen invoerkosten. Er komen echt veel vragen over. Geen invoerkosten heb ik nog nooit moeten betalen. En ze spreken daar ook niet over, dus dat gaat er ook niet komen. Vind je dat nu echt een superleuk merk? Er is van 8 tot 11 juni een Shein pop-up store in Antwerpen, dicht bij de Meir, waar ik ook naartoe ga. Ik wil dat echt wel eens zien. Dus als je zin hebt om daar naartoe te gaan, ga daar zeker naartoe. 8 tot 11 juni. Ik ga daar ook een dagvlog van maken, dat ik naar Antwerpen ga, dat ik die winkel ga bezoeken. Dus ga zeker abonneren op mijn kanaal, dan ga je die video zien. Dan weet je hoe het daar is. En ja, voor de rest zou ik zeggen, support your girl. Door te liken, te abonneren. Ga mij ook volgen op Instagram. Adwinona Heijwaard. Op TikTok maak ik ook soms leuke video's. Het hangt er vanaf of ik inspiratie heb. Maar ik heb nu ook een action shoplog daarop geplaatst. Ik ga ook een teaser van deze video. Staat daar ook op. Dus ga... Zeker kijken naar al mijn social media kanalen. Support dit kanaal, want dan kan ik nog veel meer leuke dingen doen. Als ik hier dan iets van een cent voor krijg, dan kan ik echt nog andere leuke dingen doen. Dingen kopen. Ik heb nog zoveel toffe ideeën om te doen. Dus ga echt supporten, zou ik super leuk vinden. En heel veel shopplezier bij Shein. I love you. Bye.